Vandaag ga ik één dag terug naar school met Dylan Haas. Wat hij niet weet is dat ik van tevoren contact heb gehad met zijn moeder om zijn hele schooltijd uit te pluizen. Zo bleek hij vroeger rebelser dan ik dacht. Ziet hij leraren die hij jaren niet heeft gesproken. En verras ik hem met zijn ex-vriendin uit de brug. Ja, achteraf gezien had ik beter kunnen blijven. Ik heb een schoolcollectie met HEMA. Ga hem halen. En om die schoolcollectie te promoten, ben ik hier met Dylan Hagens. Yo! Dit is Dylan Hagens. Dylan is de trots van Limburg. Helemaal geweldig. Hij is professioneel fly eter. En in zijn vrije tijd oefent hij zijn zachte G. Dat is gaaf, zeg. Goeie. Thanks. Daar zijn we beland, jongen. Venray. Venray City. Wie City. Hoe doe je dat? Wie. En ja, op het Rijnland College in Venray. En wat is deze plek? Een school. Jouw school. Oh, dat zoek je. Ja. Welkom bij Terug naar School, waarin we teruggaan naar school met bepaalde mensen. Heb je schoolspullen meegenomen? Nee. Moest dat? Nee, hoeft niet. Maar dat komt goed uit, want... Schoolspullen. Oh. Want je kan natuurlijk niet met lege handen je schooldag beginnen. Nee. Ze springen eruit. Ik heb het gevoel als die niet kies, dat we geen vrienden meer zijn. Waren we vrienden? Zijn we vrienden? Nou, ik zie jou wel. Dit is toch legendarisch? Ik vind die wel echt vet, toch? Hey, mag ik dit ook echt hebben, dadelijk? Je mag het hebben. Het is echt een lekker pennetje. Hey, kijk, deze. Help, dat ik slepen wat en dat het pijn. Lach even. Prince Minister! Ja, man. Dat vond ik echt wel leuk. Jij hebt een lichaamboy die dit dan aflikte zo? Nee. Oh, ik haat de liga. Kijk, we hebben hier rekbaar kafpapier, stickervellen, telefoonhouderring. Is het trouwens een schoolding? Je moet sokken aan naar school. Ja! Ja, maar heb je ook een kalfijn fiets, want je gaat met de fiets naar school. Nou, dat is best een goed idee. Ja. Ik pak even een schriftje, want we moeten wel echt aan het werk vandaag. Dan moet ik ook echt, zeg maar, schooldingen gaan doen als in echt werk? Bro. Nee, echt? Ja, we hebben een rooster. We beginnen met geschiedenis. Ja, dat is leuk. Wiskunde. Dat was jouw favoriete vak. Nee, daar was ik echt het allerslechtste in. Dan maak even pauze. Leuk. Gym. Duits? Dat vind ik echt helemaal niks, maar ik had wel een leuke Duits lerares. Zij was zo knap. Ze heette mevrouw de Haas. Oké, misschien komt u nog wel verloren, dat weet je niet. Tussenuurtje en eindexamen. Oh. Van het niveau wat jij ooit hebt gehaald. Oh shit, dat gaat helemaal mis. Het is tijd voor de eerste les. Welkom Dylan! De eerste les? We hebben geen leraar, want we gaan vandaag niet leren over de Tweede Wereldoorlog. Maar we gaan naar de geschiedenis van Dylan Hagen. Nou, dan ben je snel klaar. Deze foto's! Ik ben wel altijd met dezelfde persoon. Kijk die mat hier. Hè. Wat grappig. En dat vieze, vette kuifje. Je had hier ook een stel puisten op je hoofd, joh. Ja, ik had goede puisten. Die breken eruit, joh. Het is hoe vaar als jouw mat op de middelbare school. Ja. Hier zijn die andere papies dan. Tim Spoler. Dat is echt een goede maat van mij. Die woont ook bij mij in de straat. Je chillt nog steeds met hem, toch? Ja. Al mijn vrienden waar ik vroeger mee omging, ga ik nog steeds mee om. Jouw pack is gewoon bij elkaar gebleven. Ja, je ziet mensen minder. Dat is het enige. Wie waren deze chicks? Stacy, dat is die. En ik weet niet of dat Sanne is. Volgens mij wel. Ja, Stacy heb ik wel. Volgens mij een keer mee gezoend of zo. Volgens mij ook nog een heel korte relatie of zo. Maar ja, dat is middelbare school, dat duurt al een week of zo. Nou, kijk maar even achter je. Ik schrok me kapot, hè. Ik heb hier iets. Wat heb je? Lees het even voor. Geachte ouders verzorgers, hierbij deel ik u mede dat Dylan Hagens de hele dag extern geschorst is. Waarom heb je dit nou weer? De reden voor deze maatregel is verregaand ontoelaatbaar wangedrag. Dylan schold de heer Huibers uit voor Mongool. Oké, we gaan even de scène naspelen zoals hij waarschijnlijk gebeurd is. Ja, godsamme! Dus ja, wat gebeurt? Jij gaat mee, Pieter gaat mee, Dylan, jij gaat ook mee. Wow, ik heb niks gedaan. Spullen pakken. Nee, ik ga helemaal niet opstaan. Ik praat Limburgs, dus ik kom echt hier vandaan. Hou op, jongen, ik zweer, ik ga niet mee. 2 uur. Ja, what the fuck? Weet je wat? 6 jaar. Flikker toch op, man, jij bent ook een goal. Weet je, ga wel gewoon naar huis, jongen. Hopperotten, jongen. Jij hoeft nooit meer terug te komen hier, jongen! Hey! Zo ging het ongeveer. Ja. Daar snap ik wel dat je geschorst bent. Maar.
Hallo. Waar zijn we? Wiskunde. Ja, ik moet echt heel nodig naar de wc, jongens. Doei. Dylan, leg eens even uit. Wat is jouw relatie met wiskunde? Ik heb zeg maar dus geen relatie met wiskunde. Maar jij moet toch ook je belastingaangifte zetten? Ja, denk je nou echt dat ik dat zelf doe? Ik heb Marit, die universitair cum laude is afgestudeerd. En dan heb ik nog een hele goede accountant die alles doet. En ik doe dit. Hoeveel views heeft Dylan in totaal op de teller staan? Dan moet je 1,5 miljoen doen keer 292. Top. En reken jij dat uit je hoofd uit? En dat kan ik serieus. Echt? Dat is 438 miljoen. 438 miljoen. Ja, 438 miljoen? 438. Ja, niet netjes, hè? Ik was nog aan het tellen hoeveel nullen er überhaupt in zaten. Bro, jij hebt echt nooit... Ik heb nooit wiskunde gehad! Begrijp je? Dus die man geeft aan hoe vaak het getal met zichzelf van de gemiddelde. We mogen voor elkaar een som op het bord schrijven die we uit ons hoofd moeten doen. 5 keer 2 tot de macht 3. De stelling van Pythagoras min de sales van Tesla vorig jaar. Easy. Nou, dan kom je uit als je het goed uitrekent. Dylan, rot op. Is het goed? Ja, het is helemaal goed. Ja! Ja, ik vind het. Pauze. Het rad der activiteit. Je mag draaien en datgene gaan wij doen, joh. Is het gewoon allemaal hetzelfde? Nee. Weet je zeker? Daar mag geen uitspraak over. Rood. Rood. Vandaag is... Oh. Dat stond prikken. Ik dacht, we gaan toch geen bloed prikken? Maar het is afval prikken. We gaan kijken wie het snelst zoveel mogelijk afval kan prikken. Nou, leuk. Seconden. Degene die het meeste aantal items kan verzamelen, die wint. Oh, het valt er weer uit! Nee, nee, nee. Oh, nee. Oh, no. Hier, het gaat gewoon soepeltje. Ah, joh! Het gaat hartstikke keurig. Oh, de tijd is op. Ik was dit dat zo mis aan het krijgen. Oh, nu niet. Hey, hey. Klaar. 1, 2, 7. 8 stuks. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Dit, bro. Je hebt gewonnen en dat betekent natuurlijk maar één ding. Wat? Oh! Pff! Oh! Ik ben een heel lul terug. Het is maar goed dat ik niet zo'n grote lul heb. Je voelde het windje. Oh! Dag Dylan. Alles goed? Ja, zeker. Dylan was wel een beetje een rotjoch op school, maar op het begin... Nee, dat was hij altijd hartstikke aardig. Deed hij hartstikke goed mee. Ik weet dat ik ooit een 11 heb gehaald voor ringen, omdat hij zei, ja, dat ging zo goed dat ik geen 10 ga geven. Echt? Ja. Ja, ik heb een parcoursje voor jullie klaargezet, jongens. Wacht, dit is leuk. Oh, jee. We gaan zo meteen beginnen bij de basketballen. Dan ga je naar de volleyballen. En dan met de volleybaltechniek speel je hem in de korf. Wacht even, wat is de volleybaltechniek? Driehoekje maken. Driehoekje. En eindigen op de dikke mat. We mogen de beste winnen. Ja, succes. Go. Hey! Nee! No! Oh, nee! Rock! 3 punten. Ja, 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 let's go. Hey! Ah. Ja, let's go. Ah. 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 Kom, nee! Nee! Nee. Concentratie, Dylan, concentratie. Maar! Dat is ze! No! We made it! Double flip, fuck! Nee! Yeah, baby! Kleine twerk. Lekker, boys. No! Hey, maar je weet wel, de verliezer krijgt kontje knal, hè? Oh, ja, tuurlijk. Hey, hoe dichtbij ben jij dan? Let's go! Dat was in mijn kont! Wow, yo. Oh. Mevrouw, bedankt! Ja! Gedaan, jongens! Guten Tag, meine Leute! Hallo! Wie was jouw Duitsleraar? Dat was mevrouw de Haas. En wat was jouw herinnering van mevrouw de Haas? Dat ze heel lief was. Leuke vrouw, om te zien. Ja. Zij was zo knap. Hallo, überraschend! Hey, hallo! Hey.
Wat leuk! Hoe was Dylan als leerling in de klas? Ja, echt gewoon enthousiast. Ja. En volgens mij heb jij toen een keer gezegd dat je beroemd wil worden. Dat fragment heb ik nog in mijn hoofd. Oh ja? Hey, is niet gelukt. Ja. Had je dan handy daarbij? Zeg ze? Ik heb een telefoon. Oké. Ik doe mijn WhatsApp-naam. Hoppa! Vraag nummer 1. Hoe vertaal je de kapper naar het Duits? Ik heb echt geen flauw idee, jongen. Dit is hartstikke leuk. Wat? Heb ik het goed? Hey. Hoi, jong! Hey, super. Hoe vertaal je trouwen naar het Duits? Oh, nee! Heiraten? Dat klinkt niet eens als trouwen. Kleur van de Duitse vlag. Ik heb het gewoon fout. Meer van dit soort vragen. Minder taal. We zitten on a streak. Let's go. Laatste vraag. Welke componist is in de Duitse stad Bonn geboren? Oeh. Schreeuw. Nou, laten we even zien die eindstand. No. Oh nee! Natte Tosti, tweede plek. En wie heeft er gewonnen? Calvin. Last in the game. Ah, nou, maar wel gefeliciteerd. Dankjewel. Voor een sukkel heb je het best goed gedaan. Dankjewel. Tussenuurtje? Ja, er is een les uitgevallen. Chickies. Noem eens wat namen van chickies. Nee, ik durf geen namen te noemen, want dadelijk staat hier ineens iemand. Ja, volgens mij heb ik dus met die Stacey heb ik een korte relatie gehad. Ik heb met Inga een korte relatie gehad. En ik heb nog met heel veel meiden gewoon, zeg maar. Ja, ik weet niet of je dat relatie kan noemen. Ik vond het zo mooi. De hele tijd een beetje vluchten. Daar is ze toch? What's up? Met jou. Even een flashback naar vanochtend. Ik schrok me kapot, hè. Ik schrok me kapot. We zaten bij elkaar in de klas. Ik weet nog, klassenfeest hebben we wel leuk gezellig gehad en zo. Ja. Wat zag jij in Dylan? Want ik heb foto's gezien. Nou, je kan ook vragen, wat zag jij in mij? Zij was wel zeg maar de knappe chick van het jaar. Iedereen was altijd maar, zo van, Stacey, waarom ging het uit? Ik weet het niet, weet jij? Nee, ik weet dat eigenlijk ook niet. Ja, achteraf gezien had ik beter kunnen blijven. Je weet hoe dat gaat op zo'n middelbare. We zaten in de eerste. Ik heb wel een soort van trauma aan jou overgehouden. Oh shit! Stop! Want ik weet nog op het schoolfeest. Toen zoende ik met jou. En dat vond ik toen een tijd heel stoer. Want hij dacht inderdaad dat ik heel wat was. Maar dat, jij was echt mijn eerste jongen met wie ik zoende. En toen hoorde ik daarna dat je nog met 7 anderen was. Maar echt! Ja, toen was ik echt, een leek ex on the beach wel, zeg maar. Ja, maar echt. En dan ben je 12 of zo, dus moet je... Stik in mijn kindercola, joh. Ik ben 12 of zo. Ja. Oh, leuke set. Het wordt ineens veel leuker. Ja, ik ben nu heel braaf en netjes en echt. Vind ik ook. Het moment. Examens. Wij hebben een eindexamen uit het jaar dat jij ook eindexamen gedaan hebt. Oh joh. Ja, dit moet voor jou een eitje zijn, weet je. Ik kan niet afgaan. Ja, zeker. Stay hydrated. Oh, kaffepapier in de verpakking. In de verpakking, hè? Je zit er te kijken en je denkt, nou, ik wil ook wel shinen op school met deze schoolcollectie. Haal hem dan maar heen, maar. We krijgen 20 minuten. Ik wens je succes, joh. Klaar. Laten we beginnen met mijn cijfer. Maar misschien heb jij wel een 9. Nee, 9 sowieso geen 9. Nou ja, laat me weten. Wat voor cijfer is dit? 4,7. Oh, ik ga echt weer terug naar de middelbare schooltijd nu. Dat is echt precies die vibe. Blijf jij gewoon hier? Kun je nog een jaartje oefenen? Ga ik gewoon weg. Mag ik die wel allemaal hebben dan, die spullen?